Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza. Op de satellietfoto zie je het antwoord eigenlijk al voor het weerbeeld van vandaag, want er is geen wolkje te bekennen in de wijde omgeving van Nederland. Gisteren hadden we nog last van mist en laaghangende bewolking, die maar niet oploste. Vandaag niet. Volop zonneschijn, zowel in de ochtend als in de middag. Temperaturen vanochtend zo rond de 4 graden, dat is dan om een uur of 10. En vanmiddag wordt het 8 tot 10 graden. Daarbij een matige oostenwind, en die maakt het voor het gevoel wel kouder. De gevoelstemperatuur ligt rond 5 graden. Vanavond ook weer helder weer. De temperatuur gaat weer rap naar beneden. Uiteindelijk wordt het in de nacht tussen de 0 en de min 4 graden. En dat koude weer dat zorgt er ook voor dat het morgenmiddag wat minder zacht is dan vandaag. We leveren 2 graden in. Het wordt gemiddeld zo'n 7 graden. En daarbij opnieuw die matige oostenwind. Dus de gevoelstemperatuur is ook nog wat lager. Die ligt morgenmiddag rond 2 graden. Maandag en dinsdag is er meer bewolking, dan kan er ook een lokale winterse bui vallen, temperaturen nog ver boven nul. En de verwachting voor woensdag blijft spannend. Regen, natte sneeuw of sneeuw, het is allemaal mogelijk. En dat alles bij temperaturen tussen de 0 en de 3 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.